oké, dat heb je, hè. Als je een jong hondje hebt, die wil spelen en doen. Nou, gefotten, nou, dat kan ik boven mijn bed doen. Heerlijk is dat. Nou, en dan even later even knuffelen. En dan val je weer in slaap. Ja! Mag een man niet van een man houden en niet met een man trouwen? En andersom een vrouw van een vrouw? Dat moet toch kunnen? In wat voor wereld leven wij dan nog? Vroeger werd het eigenlijk ook gedaan, maar vroeger was het taboe. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag. En het is al laat, tenminste, wat heet laat. 13:43. Rebecca is niet geweest, want haar paard moest ophalen uit de kliniek vandaan. Dat komt morgen op een vrije dag, morgenochtend. Ja, maar morgenmiddag moet ik op verjaardag zitten, dat weten jullie. Maar in ieder geval, het paardje gaat voor natuurlijk, hè. Ja, inderdaad. Dus ja, ik kon lekker uitslapen. En dat doe ik iedere dag met Rijka op bed stoeien, ja. En dat is ook een van de redenen dat ik veel later uit bed kom dan ik voorheen kwam eigenlijk. Maar ja, oké, dat heb je, hè. Als je een jong hondje hebt die wil spelen en doen, nou, en gefotten, nou, dat kan ik boven mijn bed doen. Heerlijk is dat. Nou, en dan even later even knuffelen en dan val je weer in slaap. Ja, zei je ook hoor. En nou is je buiten, in de tuin, en kan al een eeuwtje binnen. Dus ja, straks even nog lekker met te lopen en dan de hele troep even opruimen en dan renderen. Verder ga ik niet weg. Nee, ik wil renderen. Ja, renderen, dat wil ik. Maar het komt allemaal wel goed en ik hou gewoon vol goede moed. Ik had eigenlijk eerst in het hoofd om een lange wandeling te doen. Nee, want ik wou morgen ook lopen naar mijn broer toe. En dat is al lang genoeg. Dus dat doe ik lekker niet. Nee. Ik blijf lekker verder thuis dan ik op Rijka haar rondje doen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. En hou vol goede moed. We komen er samen allemaal wel doorheen. En het gaat de goede kant en al. Want Alkmaar had geen coronapatiënten meer op de IC liggen. Dus helemaal toppie, geweldig. En ik zou zeggen, heel veel plezier met hetgene wat jullie doen, maar ook met de vlogs kijken van mij en andere mensen die je volgt. Ik zou zeggen, tot kijk. Doei! Hallo lieve vrienden. Ja, daar ben ik weer. Ik heb even een tijd niet vandaag eraan toegekomen. Want ik heb daarop gehad dat nou daar in elkaar met te weinig voor de vaatwassen. Ik ben bezig met renderen. Ik moet er even nog geluid eronder zetten. Alleen, ik had even een oponthoud. Een heel erg oponthoud. Verdrietige oponthoud. Want Rudy belde mij. Van Bibi, het baasje van Bibi. Met een hele droevige mededeling. Maar hij vroeg eerst, ben jij thuis? Ik zei, ja schat, ik ben thuis. Kom ik er nu aan? Oké, maar helemaal over zijn toeren, hè. Dat ik kom thuis, nou ja. Tenminste, hij had al door de telefoon wel even gezegd dat het om zijn aanstaande man ging. Dat hij vermoord was. Pardon? Dus ik ook helemaal hout op de botel en even verslag van ja, hoe, wat is er gebeurd? Wat, waar, hoe, kan dit? Dus hij komt, maar ja, gelijk in huilen. Ook getroost met mijn arm. Ik heb hem in mijn arm gehad. Mag van Rutte niet. Dit moet me niet. Nee! Ik vond het vreselijk. Nou, zijn aanstaande man, Roy, wonende te Suriname, om het leven gebracht. Met 40 messteken. Bizar. 38 jaar. Hij was pas taxichauffeur geworden, want hij zat eerst onder werk. Ik heb hem nog gesproken, ik heb hem gezien. Via Facebook met het voicebellen, hoe dat ook mag heten. Dus je ziet elkaar live. En nou. Zo lief. Voor jongen was dat. Echt waar. Waarom brengen ze dat
Waarom vermoorden ze zo iemand die lief is? Omdat hij van zijn eigen geaardheid houdt? He, dat hij op mannen valt? Hallo, kom op. In wat voor jaar leven we? In wat voor wereld leven we? In wat voor maatschappij leven we? He? Mag een man niet van een man houden en niet met een man trouwen en andersom een vrouw van een vrouw? Dat moet toch kunnen? In wat voor wereld leven wij dan nog? Vroeger werd het eigenlijk ook gedaan, maar vroeger was het taboe. Maar nu nog, hey, families, die zeggen van je bent ziek, je bent gek, het zit dat tussen je oren. Je moet geholpen worden, je moet naar een psychiater, je moet op een gesloten afdeling in een dwangbuis. Die mensen zijn zelf gek, die dat zeggen. Nee, die mensen zijn net zo normaal als jij en ik. Ja, die mensen die behoren ook tot onze maatschappij. Ik heb zelf ook een zoon, die is homo. Ik gun hem alle liefde van de wereld, hij is ook getrouwd. Moet ik hem daarom verstoten? Nee, het is een mens. Ja. Maar 40 missteken. Kom op! Waar gaat dit om? Oké, hij is ook bestolen. Want hij reed op zijn taxi. Hij was taxichauffeur. Een goed beroep. Dus hij is bestolen gelijk en gelijk vermoord. Om zijn geaardheid. Ik vind het bizar. Ik ben verdrietig omdat mijn maatje weg is. Ik ben boos omdat het gedaan is door een stel moordenaars. Ik mag hopen dat ze voor lang de gevangenis ingaan. Want ze zijn al gepakt wat ik heb vernomen. Dus ze mogen voor mij tot hun dood vastzitten. Ze hebben wel een leven weggenomen. Een goed leven. Een lief leven. Ja, ik vind het bizar. Ik heb er geen woorden voor. Het is zo erg bizar. Vreselijk. Maar ja, het leven gaat door. Ik heb aan mijn mannetje al gevraagd, vang hem op. En die zal zich erover vergen. Maar het is vreselijk. Ik heb geen woorden voor. 38 lentes jong, zomers jong, winters jong. Ik weet niet wanneer die jaar wordt uit mijn hoofd. Zijn account is gelijk ook al weg van Facebook. Ik kan hem niet meer vinden. Ik kwam er iedere dag, maar ik kan hem niet meer vinden. Weg is hij. Ik vind het vreselijk. En ook ja, voor Ruud, want Ruud, ja, die zit er helemaal doorheen. Vreselijk, ik vind het zo, zo erg. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zal proberen mijn hoofd eventjes weer bij mijn eigen leven te houden en proberen muziek eronder te zetten. En deze film van vandaag, die draag ik op dus aan Roy Wassenaar. Dat was de Facebooknaam Wassenaar, dat was niet zijn echte achternaam. En die krijgt ook niemand verder te weten van mij. Nee, dat doe ik niet. Maar voor jou Roy, lieve schat in de hemel. Je bent nou bij mijn man en bij hem heb je het goed. En ook bij mijn schoonmoeder heb jij het goed. Ja, je hebt nou geen pijn meer, lieverd. Door al die 40 messteken die jou om het leven hebben gebracht. Het is bizar. Maar we houden van je en we blijven van je houden, jongen. Ja. Met Ruud komt het wel weer goed. Daar ben ik voor. Daar zal ik voor zorgen dat het met hem weer goed komt. Ik zou zeggen, geniet in de mooie hemel daar. Daar is mooi, daar is prachtig en daar heb je geen pijn meer. En doe aan iedereen die ik kan de groetjes. En iedereen kent mij daar bijna. Er zijn al veel met mij voorgegaan. Maar ook jij bent weer bij de mensen waar jij van houdt. Die jou voor zijn gegaan. Ze zeggen lieverd. Het komt goed met Ruud. Echt. Wij zullen een kaarsje aansteken. Vanavond. Ruud, die heb ik opgedragen om een hoekje voor jou te maken. Dat hij daar af en toe eventjes kan.
gaan huilen zolang dat nog mag. Ja, zolang dat mag. Zolang dat kan. Om jou. Oké, lieverd. En lieve vrienden, ja, jullie weten, jullie hebben het nou kunnen beluisteren. Het is te bizar. 40 mestteken. Word je even om het leven gebracht. De moordenaars zijn, zover ik weet, opgepakt. Nou, laten ze boeten tot hun dood aan toe. Ja. Ik weet, het is in Suriname veel strenger dan het in Nederland is. En ja, geen woorden voor. Dus zeg ik, lieve vrienden, tot later.